Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een oestercocktail met komkommer en vlierbloes. Wat hebben we nodig? Uitgedane oesters, komkommer, bloemetjes, shallot, vlierbloesemsap, vlierbloesemazijn, koriander, pislook. We beginnen met de oester. Dus de oester die hebben we al opengestoken. Hoe dat we dat gedaan hebben, dat kunt u zien in een vorige uitzending op firstclass.tv. Dus de oester gaan we mooi grof snijden, grove stukjes. We nemen shallot. En heel belangrijk als je shallotjes snijdt, is dat je met een heel scherp mes snijdt. Dus doe ik ook heel mooi fijn snijden. Doe wat bieslook erbij. Doe een beetje bijvoelen. En peper. Ja, goed. Nu nemen we de komkommer. Ook mooi was. Dus die komkommer snijden we ook mooi fijn. Rijke stukken. Nu nemen we wat koriander. Vlierbloesemsap, die hebben we ook al gemaakt in een vorige uitzending. De receptuur daarvan vindt u ook terug op firstclass.tv. Wat olijfolie. Peper. Zout. Nu gaan we alles mooi mixen. Oestersap erbij. Voilà, nu gaan we alles mooi op een zeefje leggen. Gaan we alles mooi doorduwen. Oestertartaar, die doen we vanonder mooi in het glas. We werken nog een klein beetje af met azijn van vlierbloesem. Dan werken we af met de cocktail. Oestercocktail, mooi ziltig, mooi floraal, fris van de komkommer. Super lekker. First Class, tot de volgende keer en smaak.